Het is woensdag 20 juli en vlucht AE845 van Finnair is keurig op tijd op Schiphol. Voor de terugreis naar Helsinki wordt duurzame brandstof getankt. Een primeur voor Finnair. We came here with the conventional fuel, going back with the Sky Energy's biofuel. And it's going to be first flight of the series of coming flights. Finnair is na KLM de tweede maatschappij die brandstof tankt van Sky Energy. De brandstof is een mengsel van 50% kerosine en 50% biobrandstof. Nou, qua echte karakteristieken zit er eigenlijk geen verschil in. Zoals je ziet, het gaat gewoon rechtstreeks in het vliegtuig. Maar het is dus niet gemaakt uit fossiele grondstoffen, maar echt uit, in dit geval, een afval. Daar zit afgewerkt frituurvet zit hierin, voor 50%. Aan de duurzame brandstof hangt vooralsnog wel een hoger prijskaartje dan reguliere kerosine. Dat komt natuurlijk omdat het nog kleine volumes zijn en de logistiek nog maar in de kinderschoenen staat. Raffinage nog heel duur is. Maar daarom is het zo belangrijk wat Finnair hier doet en afgelopen week ook KLM heeft gedaan. Omdat we op die manier de markt proberen te maken, naar grotere volumes proberen te gaan. Zodat dit echt een duurzaam, maar ook een betaalbaar alternatief wordt. De vlucht landde rond 10 uur in de avond op schema in Helsinki.